Want zelfs op de toilet wil ik het gezellig hebben. Hoi en welkom bij een nieuwe video. Ik ben verhuisd. Zoals de meeste van jullie weten zit ik nu op een hele andere locatie. Ik ben helemaal blij. We hebben een prachtig appartement. Er moet nog heel veel aan gedaan worden. Maar goed, dat komt beetje bij beetje. Komt dat wel. Vanuit dat de achtergrond ook anders is. Ik ben nog een beetje aan het kijken hoe ik het ga doen met de setting. Ik moet nog even een goede paste achtergrond vinden. Maar aangezien een groot deel van ons huis, wat namelijk de woonkamer is, nog veranderd moet worden, kan ik daar nog niet zo heel veel keuze in bieden. Dus vandaar dat ik dit wel leuk vond. Ik heb ook een nieuwe lamp en een nieuwe plant. Vandaag ga ik een shopblog voor jullie opnemen voor alles wat Milan en ik samen hebben geshopt. Nou, dat is echt niet helemaal eerlijk. Niet echt helemaal alles. Ik ga een groot deel van wat we allemaal hebben gekocht, ga ik jullie laten zien. Ik zou echt enorm graag alles willen laten zien wat we hebben gekocht. Maar het is zo ontzettend veel dat ik een selectie heb gemaakt van spullen die ik sowieso aan jullie wil laten zien. Er komt nog een home tour aan, want ik weet dat die vraag heel vaak nog onder mijn video's wordt gesteld. Maar we willen dan echt dat ons hele interieur is veranderd. De bank wordt nog veranderd. De hele woonkamer wordt sowieso nog helemaal anders. En zodra dat allemaal eigenlijk is veranderd, wil ik heel graag een home tour gaan opnemen. Mocht je dan nog spullen zien waarvan je zoiets hebt van waar komt dat vandaan, hou je dan niet in en vraag het me gewoon via YouTube comments. Dan zal ik je gewoon persoonlijk vertellen waar het vandaan komt. Want ik laat jullie nu een groot deel zien van wat we hebben gekocht. Maar er is natuurlijk veel en veel meer. Goed, ik zal even beginnen met mijn decor. Deze lamp, waar ik persoonlijk echt super fan van ben. Ik weet dat de meningen daar heel erg over verdeeld zijn. Maar ik vind hem gewoon echt super tof. Hij komt van bol.com. Het zou eigenlijk 8 dagen duren voordat hij binnenkwam. Maar uiteindelijk kwam hij de volgende dag al thuis. Dus dat was super chill. De plant die hier staat, die is van Ikea. Samen met de pot waarin hij staat. En dit schapenvakje komt ook van Ikea. Die hangt ook over de stoel heen. Het is zo'n doorschijnende stoel. Ik vind het wel heel erg gaaf. We hebben een eettafel, een houten eettafel. Die wil ik nog gaan verven of ik wil eventueel een nieuwe eettafel gaan kopen, omdat we heel veel spullen van stijghout hebben besteld. Ons tv-meubel wordt van stijghout, onze salontafel wordt van stijghout, dus waarschijnlijk wordt de eettafel ook nog van stijghout. Maar goed, dat zijn allemaal grote meubelen. Vandaag ga ik jullie voornamelijk wat accessoires laten zien. En omdat het er best wel wat zijn, laten we maar gewoon snel gaan beginnen. Ik begin allereerst bij loods 5. Een hele grote loods die in een aantal plaatsen in Nederland zit. En het is echt zo fantastisch daar. Als je daar nog nooit bent geweest, dan raad ik je zeker even aan om daar een keer te gaan kijken. Want het is zo gaaf. Het is een soort van Ikea, alleen dan wel iets duurder. Maar ook wel iets luxer en iets aparter. En ja, als je een beetje van een andere stijl houdt, dan kun je daar zeker goed terecht. Toen Milan en ik gingen kijken voor ons huisje, toen gingen we ook heel even langs loods 5. En toen hebben we al meteen 3 dingen gekocht. Waarvan allereerst deze potten. Ik heb er 3. Ik heb 2 van deze en eentje van deze. Dit zijn eigenlijk gewoon glazen potten waar je rijst in doet en pasta. En die komen op de afzuigkap te staan. Dus ja, ik vind het wel heel erg gaaf, zeg maar, waar je ook allemaal kruiden en zo hebt staan. En ik vind ze gewoon heel erg tof, omdat ze zo'n rosé gouden dop hebben. En daar ben ik gewoon heel erg fan van. Dus ik vond ze wel heel erg apart. Milan die wou per se van die potten waarop stond wat erin zat. Maar ja, come on. Je kunt wel verschil zien of er rijst of pasta in zit. En aangezien ik waarschijnlijk toch degene ben die altijd kookt, hebben we deze gekozen. En hij vond ze ook heel tof. Dus deze allereerst. Ik moet er wel even bij vertellen dat ik de prijzen echt niet meer weet. Omdat we zoveel hebben gekocht en eigenlijk al zoveel allemaal in de kasten stond, durf ik de prijzen er niet meer van te zeggen. Maar ik geloof dat deze 10 euro per stuk waren of zo. Ja, ik durf het eigenlijk gewoon echt niet meer te zeggen. Dus excuse me. Daarnaast ben ik een heel groot fan van hout. Milan maakt allemaal niet zo heel veel uit wat ons interieur is. Die laat het liever aan mij over. Nou ja, goed, toen werd het dus hout. Hou gewoon van een huis waar je gewoon, naast het feit dat er heel veel stijl is, ook heel veel warmte is, zodat het gezellig is. En toen kwamen we een vaas tegen en deze vaas is van hout. En dat vond ik wel heel erg apart. Dus vandaar dat we die ook direct hebben meegenomen. Dat is deze, daar kun je dan een plantje in doen. Ik weet niet of het verstandig is om hier water in te doen. Maar je kunt er wel gewoon bijvoorbeeld wat potgrond in doen en dan daar water in doen. Ik denk dat dat prima kan. Super vet. Toen heb ik ook nog een cadeautje van Milan gekregen. Want zoals sommigen van jullie weten, verwachten wij in begin november, begin december, in ieder geval rondom de kerst, een puppy. We gaan namelijk een hondje halen. En wij staan als eerste op de wachtlijst bij een fokker van een hondje dat elk moment zwanger moet worden. Zodra ze zwanger is, duurt het nog 18 weken. Zowel 9 weken zwangerschap als 9 weken de pup en de moeder. Ik ga jullie helemaal meenemen in dat proces, don't worry. En zoals ook al bijna iedereen weet, wordt dat een mopshondje. Waarschijnlijk een beige kleur, maar daar sluit ik me nog niet te veel over uit. Want wat ik heel graag wil doen is alle
alle hondjes op een rijtje zetten. En dan het hondje wat als eerste op me af komt rennen, dat wordt hem. Dus het zou ook maar zomaar zo kunnen zijn dat we met een zwarte pup thuiskomen. Maar omdat ik gewoon zo erg verheug op het feit dat we ons kindje hebben, heeft Milan alvast deze gekocht. En dit is een kussentje. Ik heb zo eentje ook in een versie groter. Die staat bij ons op de slaapkamer. En dat is van een volwassene mopshond en dit is van een pup met een strikje. En ik vind deze gewoon super schattig en er zit een haartje kut te doen. Deze heeft Milan ook meegenomen en die vond ik echt heel erg lief. Het kan zijn dat je wellicht op Instagram al een foto hebt gezien van onze slaapkamer. Maar ik heb daar twee kussens. Dat zijn deze twee kussens. Ik hou heel erg van mintgroen. Wow, ik verdwijn bijna op de camera. Maar deze kussens komen ook van Loods 5 en die heb ik als vier kussens voor tegen de kussens aangezet, zeg maar, voor op het bed. Gewoon om het wat gezelliger te maken. Om het bed nog wat meer af te maken hebben we ook een deken op het bed liggen. Dus gewoon voor de extra en eventueel als het straks winter wordt, is het ook lekker om daar nog onder te kruipen, want hij is ultiem zacht. Dat is deze. En dit is inderdaad ook een mintgroene deken en hij is super zacht, super warm. Natuurlijk is het nu nog veel te heet, want ik zweet alweer bijna aan mijn stoel terwijl ik deze video aan het opnemen ben. Het is alweer heel erg warm. We hebben deze wel gewoon erop voor als sier en s'avonds halen we hem er gewoon af samen met de kussens. En als ik 's ochtends het bed ga opmaken, dan leg ik deze er gewoon netjes op. Dus ik vind deze heel erg tof. Mocht je benieuwd zijn naar een foto van onze slaapkamer, check dan even mijn Instagram. Het linkje staat in de beschrijving. En daarnaast als laatste heb ik ook nog iets gekocht bij Loods 5 waar ik misschien nog wel het meest blij mee ben. Ik was namelijk hier al super lang naar op zoek. We hebben straks echt een super grote lompe salontafel en ik zag toen op een foto op WeHardIt, daar doe ik altijd mijn inspiratie op, net zoals Pinterest en zo. En toen zag ik een hele mooie glazen vierkante pot, hoe moet ik het noemen? Ik weet niet wat de naam ervoor is. Jullie zullen me soms in begrijpen. Daar stonden dan allemaal van die kaarsen in. En dat gaf zo'n warm gevoel. Ga niet echt exact zoeken op dat ding, want dan kom je het niet tegen. Je loopt het vanzelf tegen het lijf. En ik ook, zo weer bij Loods 5. Dat was de derde keer dat ik bij Loods 5 ben geweest. En toen hadden we ook allemaal van die kaarsen. En de allereerste, dat zijn deze kaarsen. En ik heb twee van deze en eentje van deze. Dus weer zeg maar twee grote, één kleine. En hier zit boomschors omheen. En dat vond ik zo'n stoer. En omdat we zoveel dingen hebben van hout, vond ik dat echt heel erg gaaf. Dus ik ben hier heel erg blij mee. En dit zijn dus drie kaarsen. En die zitten hierin. Badapapapam. Tadaa. Komt misschien niet helemaal goed over nu op de camera. Maar het is dus een grote glazen bak. Wederom van rosé goud. En daar zitten dus die kaarsen in. En als dat dan op je salontafel staat en dat dan brandt. Super leuk. Zodra we de salontafel binnen hebben en ons hele hoekje is af, zal ik dat zeker een keer voor jullie vloggen. En dan zul je exact weten wat ik bedoel. Dan hebben we ook nog super veel dingen gekocht bij IKEA. Eigenlijk tot ergernissen toe. Nou ja, goed. Haat liefdesverhouding met IKEA het is. Maar we hebben ook heel veel leuke dingen van IKEA. En allereerst deze. En hiervan heb ik er drie. We hebben een hele grote witte kast met allemaal open vlakken. Wellicht dat je hem al een keer hebt gezien in mijn vlogs. Mijn moeder had dus als idee om drie van deze plantjes zo neer te leggen in de kast. Dat is dus de reden waarom ik heel erg blij ben dat mijn moeder ons helpt met inrichten. Want mijn moeder heeft voor dat soort dingen gewoon net nog iets meer smaak dan dat ik dat heb. Dus we hebben drie van die nepplantjes gekocht. En die liggen dus bij ons in de kast. Gewoon echt zo, als het ware. Daarnaast ben ik echt gek op Polaroid foto's. En toen met DVD hebben we heel veel foto's gemaakt met z'n allen. Onder andere deze. En die heb ik dus in een lijstje kunnen doen. En ook dit lijstje van IKEA zijn gewoon kleine lijstjes. Je kunt er ook nog een wit randje omheen doen. Maar ja, dan is het hele effect van de Polaroid weg, vind ik. En deze staan bij ons op het toilet. We hebben drie foto's. Deze is toevallig met Enzo. Ik heb er nog eentje dat Milan mij een kusje geeft. En ik heb er nog eentje voor mij alleen. En die hebben we op de wc staan. Ik vind het een hele leuke lijstje. Het geeft echt een toevoeging aan je toilet. Dus het staat gewoon gezellig. Want zelfs op het toilet willen we het gezellig hebben. Daarnaast hebben we nog heel veel servies gekocht bij de IKEA. Eigenlijk al onze borden, soepkommen, saladeschalen, ik weet het al niet. Eigenlijk komt alles van IKEA. Maar deze twee in het bijzonder wil ik nog wel even laten zien. Dit zijn namelijk onze glazen. Dit zijn echt van die hele lompe grote glazen waarin het heerlijk is om een sapje cola of thee in te drinken. En we hebben ook nog mokken. Dat is een beetje in dezelfde variant. Dat zijn dus gewoon deze mokken. Ze zijn heel groot. Ze worden niet heet om vast te houden. En ze zijn gewoon heel erg fijn. Aan de onderkant zitten van die nopjes, zodat die niet beschadigd. Ja, hier ben ik echt enorm blij mee. En iedereen die bij ons blijft eten. En ik geef ze zo'n mok dat ze allemaal complimenten geven over onze glazen en onze mokken. Dus vandaar dat ik deze ook nog heel graag aan jullie wilde laten zien. Dan heb ik ook nog een saladeschaal gekocht bij IKEA. En deze vind ik wel heel bijzonder. Hij loopt zeg maar niet helemaal strak af. Dat is namelijk deze. En die loopt dus af in een boog. Als je hier een salade in serveert, wat wij al hebben gedaan, staat dat gewoon heel mooi op tafel. Ik ben absoluut eigenlijk een meisje dat heeft geleerd geen pan op tafel te zetten. Dus wij scheppen altijd al op in de keuken, zodat de tafel gewoon netjes gedekt blijft. En dat er niet van die pannen op tafel zetten. Voorheen deed ik dat wel, toen ik gewoon op kamers woonde. Maar hier wil ik dat toch wel
geval meer doorstreven om dat niet te doen. Maar bijvoorbeeld salade is natuurlijk wel leuk om in zo'n bak te doen. En vandaar dat ik het dan wel leuk vind om het echt in een mooie bak te doen. En hier was ik heel erg blij mee. En deze weet ik volgens mij nog wel de prijs van. Ik geloof dat die tussen de 25 en 30 euro was. Dat is best wel wat voor een saladeschaal. Maar ja goed, je kunt er ook nog veel meer dingen in serveren. Of warme broodjes in doen op zondagmorgen. Of weet ik veel wat. Dus ja, ik vond het zeker een goede investering waard. Dan heb ik nog iets bij IKEA gekocht waar ik echt mega blij van ben. En ook al met jullie heb gedeeld via Instagram. Een bonsai boompje. En hier ben ik gewoon echt heel erg blij mee. Het geeft gewoon echt een toevoeging als je wat meer groen in je huis hebt. En we hebben allemaal verschillende planten gekocht. We hebben nu 1, 2, 3, 4 planten in huis. Nee, dat is niet waar. 4, 5, 6, 7 planten in huis. En het geeft gewoon zoveel meer warmte en zoveel meer sfeer. Wat wel is, is dat het bonsai boompje een beetje uitvalt. En we hebben nog een boompje van IKEA die valt nog meer uit. En het schijnt dus, ik hoorde dus via Instagram dat het boompje moet wennen aan zijn nieuwe omgeving. Klinkt een beetje typisch allemaal, maar ik geloof best dat er een kern van waarheid in zit. Maar ja goed, we verzorgen hem gewoon goed en geven hem gewoon op tijd water. Juist die wortels en zo, ik vind het zo stoer. En die pot trouwens, die zat er al omheen en die vind ik ook echt super gaaf. En dan het laatste ding wat we bij IKEA hebben gekocht. Deze. Dat is namelijk een hele leuke bak waar je dus 3 planten in kan doen. Nou, wij hebben dus gekozen voor 3 cactussen. Milan is helemaal gek van cactussen. Dat is dus deze. En die vind ik ook heel erg stoer. Het is een beetje apart en dat is juist heel erg leuk. En die staat bij ons in de keuken. En het geeft gewoon echt een hele erge toevoeging aan onze keuken. Dan nog wat andere kleine dingetjes die ik heb gekocht bij willekeurige winkels. Maar ik toch nog heel graag met jullie wilde delen. Allereerst deze schaal. Dit is een schaal en die komt van Leen Bakker. Die was geloof ik ook tussen de 25 euro of zo. Wat hier vooral heel erg leuk aan is, is dat je hier bijvoorbeeld fruit in kan doen. Je kunt hier met kerstmis ook allemaal kerstballen in leggen en allemaal lichtjes in doen. Ik vind het gewoon heel erg gaaf om dat bijvoorbeeld op de eettafel te zetten. En helemaal rondom kerstmis. Ja goed, ik denk daar gewoon allemaal iets eerder over na dan de willekeurige mensen, denk ik. Je kunt dit zo gaaf versieren met van alles en nog wat. Of je kunt er ook sowieso gewoon lichtjes in doen. En bijvoorbeeld dennenappels of zo, als het straks herfst wordt. En wederom hout, want ik hou van hout. Dan heb ik nog 2 dingen van Blond Amsterdam, want hoe kan het ook anders? Eigenlijk zijn het er 3, maar eentje van de 3 zit even in de afwasmachine. Allereerst heb ik 2 mokken gekocht bij de Efteling. Ik heb er laatst toevallig al eentje laten zien in een vlog. En deze is met de 7 geitjes. En ik heb nog iets gekocht van Blond Amsterdam. En dat is dit sushi bordje. Ik vind sushi op zijn tijd vind ik dat best wel lekker. En ik vind het dan leuk om dat op zo'n schaaltje te serveren. Vandaar dat ik deze ook heb gekocht, want ik had nog helemaal niets van deze lijn. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Dan heb ik nog een kruidenrekje gekocht. Want dat soort dingen mag natuurlijk ook niet ontbreken als je gaat samenwonen. En dat is deze. En deze komt van de Xenos. Ik zeg altijd Xenos. Maar het is dus Xenos. Ik spreek het altijd verkeerd uit. Maar goed, dit is gewoon een heel simpel kruidenrekje waar allemaal kruiden in zitten. Ik moet eigenlijk nog wel stickertjes op de bovenkant plakken. Want als ik straks meer kruiden krijg, dan weet ik echt niet meer welke kruiden is, zeg maar. Hij staat gewoon op de afzuigkap samen met die potten van Loods 5. En ik vind hem wel heel erg leuk. Ik vind het wel meer toevoeging geven. Dan dat je allemaal van die losse kruidendoosjes op je afzuigkap hebt staan. En dan als allerlaatste, dit is een beetje een gek verhaal. Ik was laatst samen met mijn broer naar de persopening van de Baron 1898 in de Efteling. En daar kregen we allemaal hapjes en drankjes. En toen kregen we ook melk. En melk zaten in hele leuke flesjes. En dat waren deze. Ik vond ze zo ontzettend tof dat ik ze thuis direct heb afgespoeld en ook heb meegenomen. En deze staan ook bij ons op de afzuigkap. Ik weet nog niet precies wat ik hiermee ga doen. Ik vind het ook wel leuk om ze bijvoorbeeld weer te vullen met melk en in de koelkast te zetten. Maar het is denk ik een beetje overbodige luxe om dat te doen. Als jullie een tip hebben wat ik hiermee kan doen, laat het dan even weten in de reacties. Want ja, ik vind ze wel super gaaf en het geeft zeker een toevoeging op mijn afzuigkap naast die potten van Loods 5. Maar ik weet nu niet helemaal wat ik hiermee wil. Maar ik vind ze wel erg gaaf, dus ik ga ze zeker niet weggooien. Maar goed, deze komen dus van de Efteling en die hebben we dus meegekregen. En mijn woonkamer is nou een gigantische zooi, want overal liggen er spullen. Maar goed, dat was dus eigenlijk een kleine greep uit alles wat we hebben gekocht toen we zijn gaan samenwonen. Milan en ik zijn heel erg gelukkig met elkaar. We zijn heel erg blij met ons nieuwe appartementje en kopen ook met heel veel liefde steeds weer nieuwe spullen. Mocht je afvragen hoe kan het dat je allemaal in zo'n korte tijd zoveel spullen kan kopen. We wisten natuurlijk al veel langer dat we wilden gaan samenwonen. Dus daar hebben we gewoon goed voor gespaard. Dus als jij plan hebt om uit huis te gaan of plan hebt om bijvoorbeeld ook te gaan samenwonen. Kan ik je zeker even aanraden om echt even een paar duizend euro te gaan sparen op je spaarrekening. Voordat je op jezelf gaat wonen. Want geloof me, samenwonen is echt heel erg duur. We waren de eerste dag bij IKEA al 1500 euro kwijt. Hadden we echt dit aan dit wat we moesten hebben, zeg maar. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden om deze video zo eens te zien. En om te zien wat we allemaal hebben gekocht. Geef een like als je deze video leuk vond. Vergeet je ook niet om mij te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie heel graag weer tot de volgende video. Doei doei!
waar je allemaal shit in hebt verzameld waarvan je mijn god niet meer weet wat zit er nou in. Typische rommeldoos die je eigenlijk gewoon nooit uitzoekt. Alleen maar shit bijgooit en denkt het komt wel een keer. Ah, het is partijtje warm jongens. Wat een zooi.